We staan vandaag in het zonnige Gouda, waar de Sinterklaas-intocht zojuist voorbij is. En hoe dat is gegaan, krijgt u nu te zien. Sigrid's komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht. En Piet hoort zwart, dat is Nederlandse traditie. En daar moeten we bij blijven. Ik hou die pieten in slavernij. Ik ben er wel. Voor mijn kinderen. Vinden die het een beetje leuk? Ja, ik denk het wel. Wat vinden die van de stroopwafelpiet? Ik weet niet, zijn ze nog te klein voor. Laten we samen naar de toekomst gaan. Ook vooral voor de kinderen is het leuk. En dat is gewoon een traditie, dat moet gewoon blijven. Klaar. Want er zijn ook zwarte Sinten bij. Heb jij er ook een beetje zin in? Ja. Wat vind je het leukst? Americo-aaien. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. En we zitten allemaal even recht. Meneer, goedemorgen. Wilt u wel wat zeggen? Nee. Mevrouw, wilt u dan wat zeggen? Ja, op zich weet je wel. Hoe komt dat toch dat jullie wel willen demonstreren, maar dat niemand wat wil zeggen? Maar ik heb ook geen commentaar. Mooie microfoon. Goed punt. Wat heeft de agent tegen u gezegd? Nou, ze verzochten ons netjes te vertrekken. Wat gaat ze nu doen? Maar dat gaat niet gebeuren, hè? Ik ben niet met een groepje, ik ben hier solo. Dus als ik niet wegga, wordt iedereen hier zo, die wordt hier de dupe van. Maar mevrouw, u staat hier toch met een grote groep mensen met allemaal zwarte Piet Niet shirts. Dat is toch een demonstratie? Je kunt er gewoon eerlijk over zijn? Wat ik hier sta als tweede. Ik kan wel niks zeggen, maar kom nou. Wij blijven staan, vriendin. Wij blijven staan. Gaan u over tot aanhouding? Opdracht van de burgemeester om de orde niet te verstoren. Bullshit dat die wordt aangehouden. Schending van mensenrechten. Dit kan gewoon niet. Wat een toestand, hè? Ja. Het moet gewoon gezellig zijn, het feest. Ik dacht dat ze hier buiten zouden blijven. Dus ja, hopen dat de kleintjes er niet te veel van meekrijgen. En we zingen en we springen en we zijn. Nu aansluiten met de voorste. Groepsarrestatie op dit moment. Hooligans Rotterdam. Ja, u bent een hooligan uit Rotterdam. Ja, ja, ja. Ik vind het leuk om een kinderfeestje zo aan te pakken. Wel leuk, ja. Ja? Ja. Waarom? Het is gewoon niet normaal wat ze hier flikken. En wat u doet? Hè? Wat u doet? Nou, ik word dat wel normaal? Opzouten, die gasten. Ja, maar u doet precies hetzelfde? Nee, echt niet. U staat er ook een beetje agressief te doen hier? Ja, weet ik, maar ze moeten gewoon opdonderen, die gasten. Moet zich niet een beetje schamen eigenlijk? Ja, oké, maar... sorry. Tot ziens, hè. Ik wil nog wel even zeggen, lieve kijkers thuis, dat al deze mensen natuurlijk wel alle aandacht van de media op zich vestigen. Maar ik moet niet vergeten dat er hier achter mij veel meer mensen staan die gewoon vrolijk een feestje aan het vieren zijn. Sint Nicolaas, ik ken de tekst van dit liedje niet meer. Ga ze uitmelden. Ik wil zingen. Triest. Het is een kinderfeest en dat zou het moeten zijn. En eigenlijk moet je er gewoon niet veel aandacht aan besteden. Dat is het beste wat je kunt doen. Wat bent u van? Een inwoner van Gouda. Ja, ja. Je bent niet toevallig van een of andere rechtsrabiate club? Nee, nee. Ja, dus ik ben lid van de VVD. Kom op! Ja, en afgevoerd. Dag! En tegelijkertijd worden ze aan de andere kant ook allemaal eraf gegooid. Loop even mee, kunnen we daar verder praten. Waarom loopt niet iedereen mee? Waarom vraag je niet aan die mensen om weg te gaan? Waarom vraag je niet aan die mensen? Ga je zo met vrouwen? Ga je zo met vrouwen? Kom een beetje om, hè? Niet slaan! Volgens mij werken ze niet mee met een arrestatie. Even onderkoeld gezegd. Dag Sinterklaasje, dag, zwarte Piet. Waarom? Waarom doen jullie zo? Dat doet niet. En achter ons klinkt gejuich voor Sinterklaas. Daar is hij hoor. Ja, hoor. Hallo Sinterklaas.
Terwijl achter ons iemand op de grond wordt uitgekleed zo'n beetje. Hebben de kinderen gewoon Sinterklaas. Verschrikkelijk. Het is een kinderfeest. Demonstratie, dat vind ik niet erg. Maar niet waar de kinderen bij staan. Net met een klein kind en die wordt zwart omver gelopen. Ik zag gewoon te trillen op mijn benen. Je hebt toch geen traantje in je oog? Ze vond het een beetje eng en een beetje spannend. Het was heel spannend, hè? Dag Sinterklaasje. Kijkers, lieve kijkers, om toch positief af te sluiten. Hoeveel blije kindertjes er staan.